Wat gebeurde er precies dan? Nou, ik heb het nu al 3 keer uitgelegd. Hij wenst mij het vervelende K-woord. Ik loop naar hem toe en ik zeg gewoon, je moet niet zo nadoen. Hij gilt, hij valt, grijpt naar zijn enkel. Vervelend veel pijn. Ongelooflijk veel pijn heeft hij. Moest gewoon naar het ziekenhuis. En staat gewoon weer op en kan verder voetballen. Is knap. Slim gedaan, prima.